Wij gaan poepen. Wat? Ja, kom maar. Eindbaas. Ik ben blote handjes. Ja? Kom maar. Heel dicht bij de rand aan de rivier. En dat komt omdat hij noemt het de koning. Jawel. Heb jij nou echt in het water gegooid? Ja! Lieve vrienden, welkom allemaal weer bij een nieuwe video hierop! En we moeten allemaal eens een keertje naar de kapper. Het is nog steeds corona, nog steeds een lockdown, maar er is niets aan te doen. Zoals jullie hebben kunnen zien, daar strompelt ze al. Chalicia is gisteren heel hard gevallen. Hoe is het met de knie? Nog steeds pijn. Nog steeds pijn? Ja, dat gaat er een aantal dagen duren, schat. Hoe heb je geslapen? Ik lag zo op vanavond te slapen. Ah ja, ik zie het, ja. Ja. Het ligt niet echt makkelijker. Dan moet je vandaag de kussen onderstoppen, is makkelijker. Ja, dan kan ik hem op de kussen leggen. Ik kan hem laten rusten, ja. Maar jij wilt niet meer bij papa zijn? Oh jawel, maar ik mis mama. Ook. Mis je mama ook. Dus jij wilt terug naar mama vandaag? Ja. Want jullie hebben een beetje heimwee naar mama. Snap ik ook wel, het is een flinke klap geweest. Gisteren hebben we mama nog wel even gezien bij het ziekenhuis. Je moet nooit toegeven dat je heimwee hebt. Waarom niet? Want dat is regel. Is dat geen regel? Nee, is geen regel. Als jij heimwee hebt naar mama, mag jij gewoon naar mama. De dokter heeft gezegd tegen je moet zijn... nooit toegeven aan je ouders dat je heimwee hebt. Waarom niet dan? Dat is dan toch mag goed? Je wel naar je mama of papa. Je moet altijd je gevoelens zeggen, jongen. Je moet nooit je gevoelens wegstoppen. Dus als jij naar mama wil, moet je dat gewoon zeggen. Dan kan ik mama bellen en dan kan ik vragen of mama daar tijd voor heeft. Want die maakt er meestal wel tijd voor. Dus, zoals vandaag. Gaat dus alleen, Jalicia gaat dus naar mama? Ja. Jij wilt dus naar mama? Nee? Jij, breakdancer? Nee, ik wil niet. Jij wil niet naar mama. Dus wat we gaan doen is naar mama toe rijden als allereerste. Ja. Gaan we Jalicia afzetten en dan ga ik met de jongens terug hier. En dan gaan we naar de kinderboerderij. Dan stoppen wij op de terugweg even bij de kinderboerderij. Zo! Anne, je bent weer thuis. Ik ben ja. In de auto, hè? Ja, is goed. We zijn weer aangekomen op de camping. Kijk, onze fanbase. Hey. Jenny wilde graag even langs de kinderboerderij, hè, jong? Hey, oma Koet. Hallo, oma Koet. Dat is geen oma Koet. Hallo. Hey, Jason. Ben je de leukste thuis? Hallo, oma Koet. Ah, kijk eens wat leuk. Hij gaat poepen. Hey, mag goed vasthouden, hè? Moet hem niet te dicht bij je hoofd houden, hè? Dat pikt hij je. Ja, dat zie ik. Jason, durf jij hem vast te pakken? Durf je dat niet? Wat is dat? Dat is een haan. Ja, pak hem maar. Ik kan ook pikken. Nee, joh, die pikt niet. Nee, ik heb deze kip, hè. Het is een haan. Oh ja, haan. Ja, geef maar aan Jason, wil hem ook even vasthouden. Ja, dan laat je hem weer los. Hij moet ook los. Maar dan kan ik hem niet pakken. Ja, pak hem maar. Jammer, ja. Die ga ik niet kunnen pakken. Nee, pak je deze niet? Nee, handje. Nee, maar dan kun je wel op zitten en op rijden. Haantje. Nee, joh, geintje. Tuurlijk niet. Hier, Jason, hou eens vast. Loop er eens een stukje mee. Weet je wat je nou bent? Ja. Een wandelende tak. Wat zie je? Een waterval, een fontein. Wat zie je in de fontein? Water. Nee, zie je niet in de fontein iets? Nee. Kom Jason, kom erbij staan. Zien jullie geen regenboog? Nee, jawel op het water. Ja, er zit een regenboog in de fontein, hè. Dit gebeurt ook als het regent. Als de zon schijnt en het regent, dan krijg je een regenboog. Dan wordt hij heel groot en hier zie je een klein. Zie je dat? Nou, regent het eigenlijk zo vanavond, dan is dat alleen daar een regenboog, toch? Ja, klopt. Alleen daar. Dat het water naar beneden valt in de zon. Ja. We hebben een probleempje. Geen mondkapje. Inderdaad. Dus wat jij mag gaan doen, jij wil mietsen het golven. Ja. Ga naar binnen, ga vragen hoeveel mietsen het golven. Moet je betalen? Golven. Ja. Vraag hoeveel het kost. Dat als je eens kom in de buiten gaat zeggen, dan geef ik jou geld mee, ja? 5 euro. Ga ik jou 5 euro meegeven. Hoeveel is 2 personen? 5 euro, wees er voorzichtig mee. Ho, hier. En een bonnetje vragen. Ja. Belasting aftrekbaar, hè? Wat? Ja, kom maar. Eindbaas. Ik ben blote handjes, ja? Kom maar. Ik
Kijk jij voor die meneer? Ja, kom maar stilstaan, want je loopt altijd naar achteren. Pas op, hier rijden auto's. Kom dan eens een keer gewoon hier. Kom dan gewoon. Dors er die bloemen heen. Oh, papa. Ja. Nee. Hoera. Papa, je mag niet. Hoera. Nee. Ja, wat ben je nou aan het rennen? Wat ben je nou aan het rennen? Je bent gewoon hartstikke bang. Nee. Jawel, je bent wel bang. Jason is net zo'n kippetje, die is ook een beetje bang. Nee. Nee. Ja, zo lopen die kippen ook de hele dag door de kinderboerderij heen. Mannetje. Ja, is gelukt. Ja. Mooi, mag jij gaan missen golven. Eén keer rechtdoor, hè jong. Ja, ja. Oh. Oeh, oh, dat was een hele mooie. Oh. Dames en heren, de volgende speler is Tiger Woods Junior. Oh, die is al bijna. Als ze dit niet hadden gemaakt. Had hij erin gezeten, ja. Hij kwam echt tegen het randje op. Nog een keer proberen. Ja. Oeh. Hé, hey, wow, glijbaan. Ja, jij maakt overal een glijbaan van. Ja. Kijk eens, high five. Nou, Jaden, echt alleen maar hole in ones gehaald. Ja. We gaan doen dan zoals Jaden. Kijk, hoppa, hole in one. Gewonnen. Ja, maar ik ben niet een zeker. Wat, dat deed je helemaal niet. Ik deed dat niet. Ik deed met mijn handen omhoog. Met je coronakop. Van de kapper jij. Nee. Jawel. Papa, ik deed met mijn handen die balletje omhoog. Ja. Schiet hij daar toch? Had ik al de wijn. Ja, dat is vals spelen wat jij doet. Ben je klaar met het golven? Ja. Wil je nog een paar banen doen? Nee, er zijn een paar. Alle banen hebben we al gehad. Heb je alle banen gehad? Ja. Maar wil je niet nog een baantje nog een keer doen? Nee. Daar ben je klaar mee? Ja. Oké. Okay. Nou, dan even laten springen en dan gaan we terug naar het huisje. Word eens roepen van. We zijn met het huisje aangekomen en dan zit hij weer, hè. Maar nu niet alleen met zijn laptop, maar met een bakje chips en een lekkere limonade. En dan ook nog eens een keer een tablet ernaast. Dat is de jeugd van tegenwoordig. Je bent een beetje verwend, jong. Ja. En Jaden wil een spelletje met mij doen. Die gaat de Jaden nog niet vragen. Wil je meespelen met Monopoly? Kan niet. Papa. Doe met z'n tweetjes. Dat is wel zo. Jaden speelt niet veel met zijn tablet of zijn laptop. Yeah. Die doet liever fysieke dingen, zoals spelletjes spelen. Dus we gaan naar de kermis. Monopoly Junior. Zo. 9. Misschien kom ik langs de kant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, precies 9. Op de kans. Nou. Kanskaartje. Gratis! Gratis, kassa! Goed zo, nou zet hem op dat groene neer. De achtbaan met ruimteschip. Dan gooi ik 8. Mag ik nog een snackbar? En moet je die kaartje houden of niet? Nee, wel om op te slapen. Ja, wat is een snackbar dan? Kijk, dit is een snackbar. Maar hoe heet het in Limburgs? Een suikerpinkaan. Een frie. Frikadellenkraam. Een friet. Friet. Wat de? Huur. Frituur. Een frituur, dat is een snackbar. Hier in Limburg noemen ze dat frituur. Papa, ja. Waar is de snackbar? Daar in de hoek. Maar op de bord staat geen snackbar. Hier. Nee, daar staat op het bord. Nee, maar kijk, hebben ze zo gemaakt. De ballonnetjes, die zijn hier. Suikerspin, die is daar. Hier heb je de poppenkast, de goochelaar, dan heb je de draaimolen, de waterfiets, de wildwaterbaan en de minigolf. En er zit een fout op het bord. Zie jij het fout? Nee, niet de snackbar. Er zit een andere fout op het bord. Kijk, hier hebben ze de ballonnen afgebeeld. Die is daar. Hier hebben ze de suikerspin afgebeeld. Klopt, hè? Poppenkast, goochelaar en hier hetzelfde. Hier gaat het ook goed. Videospelletjes, spookhuis. Maar hier gaat het fout. Ach, waar staat hier op het bord? Zie je dat? En hier zijn ze ook 5 euro en dan worden weer 4 euro. Dus deze twee hadden omgedraaid moeten zijn. Want hier staat dus de botsauto's en het reuzenrad. Maar die staan dus eigenlijk daar. En de achtbaan en het ruimteschip worden eigenlijk hier te staan. Die staat verkeerd om. Ja, denk in je? In de reuzenrad.
Dat ze de vakken verkeerd omgemaakt hebben. Ja, dat zou wel kunnen, ja, want die tekening is al ingemaakt. Moet ja. De ruimteschip en de achtbaan hier. Als laatste, hè? Ja. Dat hebben ze fout gedaan. Ja, dus nooit meer spelletjes maken die... Nooit meer kinderspelletjes maken, want misschien maken jullie weer een fout. Ja, precies. Meteen afstraffen die handen. Want dan nooit meer wat doen. Meteen. Maar het is wel apart dat niet iemand opvalt voordat ze een spelletje maken. Maar jij mag gooien. Wat zie ik nu? Sta je op mijn videospelletjes, dan krijg ik van jou 3 eurotjes. Ik zoek 3. Kan ik het vangen? Dankjewel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Het ruimteschip. Ja, dat kan lekker zijn. Dit is voor mij. Ik heb maar 2 euro. Jij hebt verloren. Inderdaad. Ik heb verloren. Maar ik ben wel lekker naar de kermis geweest. Dat er weer wel. Nee, corona of niet, ik was wel op de kermis. Wat is er gebeurd? Heb jij nou echt in het water gegooid? Heb jij hem gewoon in het water geduwd? Maar je voelt er gewoon helemaal niet aan. Ik kan er niks aan doen. Papa, kun je het eruit doen? Toen ik hier aankwam, hè? Ja. Had ik een verhaaltje gehouden over dit huisje. Had ik gezegd, dat slootje, heel lastig voor kleine kinderen. Maar gelukkig heb ik kinderen die niet meer zo klein zijn. Maar toch neemt er eentje en duikt erin. Nee, Jesse, doe ik maar gewoon niet. Dus kun je hem het uit doen? Ja, je gaat meteen naartoe zonder. Ja. Nee, niet leuk. Ik ga dadelijk met jou praten. Als jij hem er echt in geduwd hebt, gooi ik jou erin. Ja, Tis, we hebben echt erin geduwd. Het is super koud, dit is zo. Dat zou ik Jason niet aanraden. Om op de sloot te gaan. Hey Jason, jou er echt erin geduwd? Ja. We gaan nu met Jason praten, want dat is niet goed. En Jason zelf is erin geduwd. Ja, dat is vervelend, hè. Ik zat binnen hier achter de computer. Ik heb niet naar buiten gekeken. Op een gegeven moment wat geschreeuwd. Dus ik pak de camera en loop naar buiten. En hij zegt hier... Hij is er ingevallen. Maar ja. Of een haai. Ik en de kijkers geloven er helemaal niets van. Wat? Nee, wat? Ik vind het niet leuk. Het ik is niet om te lachen. Maar hij valt er in één keer en dan iets moest pakken. Kun je maar eens even op de bank zitten? Nou, vertel maar. Wat is er volgens jou gebeurd? Volgens mij, dat is ook de waarheid. Dat ik hoeveel dagen heb ik al niet meer... Gelogen. Hoeveel dagen? Nou, zeg maar, hoeveel minuten heb jij niet meer gelogen? Zeg maar, hoeveel dagen, ja? Nee, hoeveel minuten? Wat heb je daarover? Ja, denk je nou echt dat jij de hele dag niet gelogen hebt? Dus kom, nou. Okay. Wat is er gebeurd volgens jou? Nou, kijk, volgens mij, ik heb de waarheid. Kijk, wat is er gebeurd? Kijk, Jaden zat aan de waterkant. Ja, had Jaden aan de waterkant. Nee. Ja. Nee, ik ben aan de beurt. Dus Jaden zat aan, ja, hoe heet dat? Heel dicht bij de rand aan de rivier. En dat komt omdat hij noemt het de koning. Ja. Nou, heeft hij in het water gegooid zelf. Waarom? Weet ik niet. Maar hij wou hem dus pakken. Wou hij hem pakken, had hij hem vast. Ja. Maar hoe heet dat? Toen wou hij hem terugtrekken, maar toen loopt hij naar achteren en toen gleed hij uit en toen ging hij in het water. Achterover? Ja. Oké, dus hij wilde eigenlijk terug de kant op lopen die wat naar boven loopt. Ja, en dan valt daar viel hij achterover omdat hij of uitgleed of zijn evenwicht niet goed hield. Juist. En toen viel hij in het water. En dan gaf hij jou de schuld. Juist, dan kijk, op die rand staan is het eigenlijk al niet goed om je evenwicht daar te houden. Nee, het loopt schuin af. Hier vooraan loopt het ook schuin af, maar je ziet aan de andere kant van het water zie je duidelijk dat het schuin afloopt. Oké. In ieder geval, Jane heeft wel zijn bad gedaan. Ja, hij is in bad geweest vandaag. Grappen maken ben jij. Nou, ik geef even de woorden van de twijfel. Ik ga daar even Jane even vragen. Ja, is goed. Hij gaat er zeker iets anders vertellen. En zeker gaat hij liegen. En dan ga ik alles kunnen uitleggen waarom die ligt. Mm-hmm. Ondertussen ben ik het eten aan het klaarmaken. En dan dacht ik van ja, joh, hè, laat ik iets wat gezonders doen dan wat de laatste tijd gedaan. Want de laatste tijd heb ik alleen maar fastfood gehaald. Ik weet het, krielaardappeltjes zijn nog niet echt heel erg gezond. Maar in ieder geval gezonder. Ik heb lekkere krielaardappeltjes voor je. Dat vind ik vies. Nou ja, gelukkig heb ik nog eieren. Dat is die wel. Wil jij een gebakken eitje dan? Ja. 2. Wat meneer Wens, een eitje. Leven als een huisvrouw, ik heb er nog nooit zoveel respect voor gehad als nu.
Ongelooflijk, hè. Ondertussen is het nou zo 7:10. In het huisje krijg ik gas, water en licht bij de prijs inbegrepen. Dus het maakt me eigenlijk helemaal niks uit hoe lang hij eronder staat. Maar meneer staat al 1.5 uur onder de douche. Ik ga het even onderuit halen, want zijn eten is al klaar. Was het douche lekker? Ja. Ik heb gebakken aardappeltjes voor je. Goed, nummer 2. Oké. Moet je nagaan, gebakken aardappeltjes. Die zijn nog best lekker. Gaat het door als ik met gekookte aardappeltjes aankom. Kijk eens. Dank je. Maar wend er maar niet aan, jongens. Voor de volgende week gaan we gezond eten. Ook bij papa. Oké. Okay. Smakelijk eten. Het is wel een beetje warm. Moet je even wachten. Ja. Kan ik niks aan doen. Het gaat vanzelf wel koud worden. Ja. Wat moet jij aan doen dan? Doe dat eens nog een keer. Ik heb het niet goed gezien. Ik moet er echt om lachen. Moet je er echt een motorhand bij trouwens? Twee eitjes kan toch nooit genoeg zijn. Heb je lekker gegeten, jong? Ja. Mooi. Heb je heel lekker lang gedoucht? Vond je fijn? Ja. Mooi. Wat is er nou volgens jou vanmiddag gebeurd? Je was in het water gevallen. Weet je nog? Hoe kwam dat? Door Jason. Door Jason. Maar vertel, wat is er gebeurd? Nou, ik had 2 pezen vast en viel... En Jason duwt me in de water en 1 pezen lucht in de water en ik kon die niet meer terugpakken, want ik wou snel gaan douchen. Snel gaan terugpakken, want je wel snel dus ik hoor, Jason heeft jou in het water geduwd. Ja? Dus Jason moet die pezen pakken, want Jason heeft schoenen aan en ik heb geen sokken en geen schoenen aan. Nee, maar jij bent in het water geduwd door Jason. Ja. Ja? Ja. Maar hoe ging dat dan? Want ik hoor alleen, ja, ik heb de bezem, lag in het water en ik word het water ingeduwd door Jason. Maar wat is er dan precies gebeurd? Kijk, dit is de rand van de berg en dit is een beetje schuin. En Jason doet me... Ploef. Zo erin. Ja, en dit was even de slot. Oké. En daarom, en zo doet me Jason me erin en had er 2 dingen vast. Een bezem en... In de raamlapper. Oké, en je bent niet gevallen? Nee. Uitgegleden? En die raamlapper, die liggen wel nog. Maar je bent niet uitgegleden? Nee. Ja, en dan is de vraag, wie spreekt de waarheid? Ik. Ja, dat zei Jason vanmiddag ook al. En daar zullen we nooit achter komen. We zullen wel een vermoeden hebben wie de dader is, wie er zit te liegen... En wie niet, maar we zullen het nooit 100% zeker weten. En met deze vraag sluiten wij de vlog af. Jason heeft me echt in de water geduwd. Ik geef al die dromen van mij, al die nachtmerries van mij, aan jou. Oh, fijn, heb ik vanavond nachtmerries door jou? Nee, dan gaat hij ook weg dat je gezien hebt dat ik door de water ben geduwd door Jason. Dus... Ik wil je graag geloven, Jaden. Maar er zijn ook vaker dingen dat je heel onhandig doet, waardoor je valt en Jason de schuld geeft. Dat heb je in het verleden ook meegemaakt. Aan de andere kant, Jason zijn gezicht vanmiddag sprak ook op boekdelen. Ja, en die lachte toch? Die lachte, ja. En als je iets zegt wat je niet gedaan heeft en je lacht, dan ben je het sowieso. Dat hoeft niet. Hij kan ook gewoon lachen vanuit zenuwen en alles. Dus, maar goed, je bent lekker gedoucht. Ja, en Jason heeft me en die sloot geduwd. Heb je wel gedaan. We kunnen al heel lang willen ze niet eens gaan doen, maar dat heeft geen zin. Dus ik was er gewoon niet bij, dus ik kan geen straf geven. Nou, je bent in ieder geval lekker gedoucht, je hebt je geen pijn verder gedaan, dus dat is allemaal goed. Kleren zijn dan drogen. Alleen je schoenen zijn zeiknat, daar ben ik minder blij mee, want die zijn denk ik morgen niet droog. Maar dan kijken we morgen dan wel even naar hoe we dat gaan oplossen. In ieder geval mag jij de vlog voor vandaag afsluiten. Vind het een leuke video? Doe een like. Vergeet je op een belletje te drukken. Mensen worden bang van je. Alle melding. Krijgen we alle meldingen. Dag. Tot ziens. Dit is alweer het einde van deze vlog. Abonneer je nu op dit fantastische kanaal van Koetelaar. Tot de volgende keer.